Heroïde 16 is de brief van Paris aan Helena. En de versen 163 tot 172 komen nu. Da modo te quae sit paridis constantia nosces. Persoonsvorm 1 is da en persoonsvorm 2 is sit en persoonsvorm 3 is nosces. Quae is een voegwoord en we hebben een hoofdzin, dan een bijzin en tenslotte weer een hoofdzin. Da modo te. Geef slechts modo te, jou of jezelf. Geef alleen maar jezelf. Want, dat want staat er niet, nosces, je zult erachter komen. Noskere is een medeklinkerstam, nosces is dus een futurum. Dan zul je leren kennen, of dan zul je erachter komen. Quae sit, welke is de paridis constantia, de standvastigheid van Paris. Dus welke de standvastigheid van Paris is, daar zul je dan achter komen wat die standvastigheid is van Paris. Sit is een cognitivus, omdat quae et cetera een afhankelijke vraag is. En dat gaat hier even uitleggen hoe groot die standvastigheid van Paris dan is. Nou, zegt Paris zelf, flamma rogi, flammas finiet una meas. De flamma rogi, het vuur van de brandstapel, dat finiet, weer een futurum, zal beëindigen, flammas meas, mijn vuur. En dat vuur is natuurlijk het liefdesvuur. Dus alleen, of, en daar staat er ook nog una, en una als enige hoort bij dat flamma rogi. Dus als enige zal het vuur van de brandstapel mijn vuur blussen of laten eindigen. Hè, dus pas als ik dood ben, dan is die liefde van mij over, als ik op de brandstapel word gelegd, of als mijn lichaam op de brandstapel wordt gelegd. Prae posui regnis ego te. Nu gaat Paris terug naar het moment van het Paris-oordeel. Prae posui. Ik verkoos boven. Ego is het onderwerp en te is het lijnd voorwerp. Dus ik verkoos jou boven. En datgene dat je, waarboven je iets kiest, dat zet je in de dativus, dat is regnis. Ik verkoos jou boven het koningschap quae. Dat quae slaat terug op het woord regnis, dat is het antecedent. Het koningschap dat. Eens, quondam. De maxima nupta, de zeer machtige bruid sororque en zuster Jovis van Jupiter, want Jovis is de genitivus van Jupiter. En de persoonsvorm in die zin is polikita est, van polikeri, beloven, dat is een deponens. Dus het koningschap dat eens de zeer grote bruid en zus van Jupiter beloofd heeft, nobis, aan ons. En we gaan er maar vanuit dat dit een poëtisch meervoud is en dat hij bedoelt aan mij. Dum que tuo possem circum dare braccia collo. Que is het voegwoord en dum, hier gevolgd door een cognitivus, betekent in dit geval mits of op voorwaarde dat, zolang maar. Dus en op voorwaarde dat ik kon circum dare, letterlijk eromheen leggen, omgeven, mijn braccia, mijn armen tuo collo, om jou een hals heen, dus zolang ik maar mijn armen om jouw hals zou kunnen leggen, contempta est, is geminacht de virtus, de oorlogsroem, en wel mihi, door mij, dat is een dativus auctoris, is door mij die oorlogsroem, sorry voor het gekriebel, geminacht, pallade dante, dat hoort nog bij elkaar, dat is een ablativus absolutus, terwijl Pallas, namelijk Pallas Athene, die aan mij gaf. Dat mihi is dus een dativus auctoris. Je zou natuurlijk kunnen denken dat het ook een dativus is die hoort bij Dante. Dat kunnen we niet zien aan het Latijn zelf. Nec piget. De zin begint met een ontkenning. Hier staat of, dus niet A of B. Dus niet spijt het mij, ik heb er geen spijt van. Of ooit zal ik, en dat is dus allemaal nec, niet. Dus het is niet zo dat ik ooit videbor, bij mezelf het idee zal hebben. Dat fideri kan wel eens betekenen, zoiets als bij jezelf het idee hebben. En niet zal ik in het futurum overigens ooit het idee, en niet zal ik ooit het idee hebben te legisse, te hebben gekozen, stoelte op een domme wijze. Dus ik zal nooit het idee hebben dat ik op een stomme wijze, een domme wijze, een keus heb gemaakt. Permanet, tot aan het einde blijft, want per bij een werkwoord betekent meestal zoiets als helemaal tot het einde toe. Dus tot aan het einde toe blijft. Mens mea is het onderwerp, blijft mijn geest, en die blijft firma, die blijft standvastig in voto suo, in zijn wens.
Spem morone nostram fieri patiari caducam de precor. Ik smeek modo slechts. Ik smeek slechts dat niet, nee is het voegwoord, dat patiare, dat is een verkorte vorm van patiaris. En dat komt van het werkwoord patior, onder andere toestaan of laten gebeuren. En patiare, dat is de cointivus, zie aan de a, in de tweede persoon, de jij-vorm, en die is afhankelijk van het voegwoord nee. Ik smeek slechts dat jij niet, patiare, toestaat, dat spem nostram, onze hoop, maar poëtisch meervoud mijn hoop, dat mijn hoop caducam, kapot fieri, zal worden. Dus dat mijn hoop te gronde zal gaan. O jij die dikna bent, o jij die het waard bent, o waardige, om te peti, om te worden nagestreefd, om te worden nagejaagd, tanto labore in een ablativus met een zo grote inspanning. Met andere woorden, hij zegt, ik zal er geen spijt van hebben, want het is volgens mij een goede keuze. Ik hoop alleen maar dat die keuze niet te vergeefs zal zijn.